Misschien wordt het wel de moeilijkste dubbelheader van het seizoen: de Grand Prix van Singapore en ook de Grand Prix van Azerbeidzjan. Twee straatraces. En als we ons nog even focussen op Red Bull Racing en Max Verstappen, dan weten we één ding zeker: het gaat niet makkelijk worden. We gaan vooruitblikken op ieder geval die eerste race. Doe ik met ViaPlay-analyst en coureur Tom Coronel. Uh, Tom, ik weet dat jij natuurlijk ook staat te trappelen om het te hebben over uh, Azerbeidzjan, Baku en alles wat daarbij komt kijken. Maar ik denk dat we in eerste instantie toch even moeten naar het Nieuws van afgelopen dinsdag, namelijk Edwin Newey bevestigd bij Aston Martin. Uh, hij wordt niet alleen daar de leider van dat hele Formule 1 project, maar ook nog aandeelhouder. Uh, moeilijke taal betekent, die man gaat in hele korte tijd heel veel centjes verdienen. Uh, maar los, los er even van, we weten natuurlijk dat hij veel dingen gedaan heeft. Uh, misschien die niet komen, bij Red Bull, bij McLaren, bij Williams. Wordt dit bij Aston Martin misschien zijn moeilijkste en laatste test? Nou, het is natuurlijk wel een van zijn laatste dingetjes. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken: dat je ziet dat hij ook een. Ja, een, een aandeel krijgt in het hele geheel. En dan bedoel ik mee dat je je ook verantwoordelijk voelt voor het bedrijf. Want dat is namelijk, als je aandeelhouder bent. Ja, dan is de situatie heel anders dan wanneer je van negen tot vijf werkt. Uh, niet dat dat de case bij hem is hoor. Want ik dacht, deze man die gaat met pensioen. En die gaat lekker genieten van zijn centjes, want hij heeft er genoeg. En hij kan perfect leven. Hij heeft net een hele mooie boot gebouwd. Dus ik denk, nou, die man die gaat heerlijk gewoon zijn eigen dingen doen. Maar ja, dit is een echte racer. Je, je ziet deze man. Is hiervoor gemaakt. Die, die, dit is waar zijn passie zit. Dit is waar zijn hart ligt. Dit is gewoon wat hij wil: raceauto's bouwen. En het liefst natuurlijk iets wat niet zo heel erg goed is. Maar wat heel veel potentieel heeft. Want we moeten niet vergeten dat Aston Martin met uh, Lawrence Stroll. Natuurlijk net de nieuwe windtunnel heeft. Een supermooie structure met alles wat erin zit. Ja, dus in, in dat geval heb ik zoiets van: ja, hij, hij ziet potentie. En tevens natuurlijk, als hij ermee stopt, kan hij of zijn aandelen verkopen. Of hij kan zijn aandelen natuurlijk gewoon in waarde laten stijgen. Want ik bedoel, alles in de formule 1 gaat momenteel natuurlijk helemaal door het dak. Ik wil zeggen, en zou hij het dan nog steeds in zich hebben? Want we zagen ook tijdens die persconferentie heel even kort... Lance Stroll en Fernando Alonso, de coureurs die als het goed is... ...allebei er nog in 2026 zijn. Uh, nou, we weten dat Lance Stroll überhaupt niet echt van belangen praat is. Maar ik heb die jongen nog nooit zo lang horen praten... ...toen het ging over Edwin Newey die het team uh, uh, komt, uh, komt versterken. Dan heb je ja. natuurlijk ook Fernando Alonso, uh, wereldkampioen... ...had eigenlijk misschien in zijn carrière met wat andere keuzes... ...veel meer kunnen winnen dan dat hij misschien nu gaat. Gedaan heeft, zal dat ook een, een mooie twinkeling zijn waarbij die het misschien nog wel langer dan 2026 vol gaat houden? Nou ja, het geeft vertrouwen. Uh, dit is wel wat het team nodig heeft. Een sortiment van ja, iemand die. Ik, ik wil niet zeggen dat hij heel belangrijk is, maar het is wel. Het zijn, het zijn de puntjes op de I. Um, iemand met heel veel ervaring die toch mensen een beetje in een, een richting op kan sturen. Als iemand zegt, ah, laten we links gaan. Dan zei nee, daar ben ik al dertig keer gegaan. Dus, en dat is nooit goed gegaan, dus laten we naar rechts gaan. En dat is denk ik het aandeel wat hij meeneemt richting Aston Martin. Uh, zoveel ervaring op aerodynamica gebied, op racegebied, gebied. Dat, dat is hij belangrijk. Gaat Red Bull heel erg missen? Niet direct. Maar is hij belangrijk voor Aston Martin? Ja, ja, dat geloof ik wel. Het is een team wat natuurlijk een beetje ja, aan het wegzakken is. Ze is al twee jaar geleden natuurlijk net even de sweet spot geraakt met, uh, met de nieuwe auto. Maar ja, dat is meer een copy-paste verhaal dan dat je eigenlijk met een eigen idee komt en dat je dat helemaal laat doen groeien. En, en daar zie ik wel heel veel toekomst. De nieuwe windtunnel, die die natuurlijk mag gaan gebruiken, is hele nieuwe fabriek. Is het daar gebouwd? Ja. Ja, ja, dus ja, ik, ik denk dat het wel gaaf is. Dat je in het begin van een structure en dat je mee mag bouwen. Wat hij eigenlijk altijd heeft gedaan. Hij heeft altijd een beetje bij teams ingestapt, wat, wat toekomst had hè, uh, of heeft gehad. Uh, en dan heb ik het ook, natuurlijk over Red Bull, heb ik het natuurlijk over McLaren, heb ik het over Williams, waar hij heeft gezeten. Dus uh, dit, dit zijn allemaal dingen waar je denkt: oké, okay, ik dacht misschien dat hij zelfs wel weer naar Williams ook zou, uh, zou gaan. Ja. Maar de potentie bij Aston Martin is veel groter dan bij Williams. Ja, en natuurlijk het financiële plaatje wat er die zijn achter zit. Jij noemde het wel even. Nou gaan we daar naar gaan aan. Weet je, kijk financieel of die nou uh, 20 miljoen, 30 miljoen, 40 miljoen gaat verdienen met zijn aandelen. Weet je, ik denk nee, niet Nee, maar dat wat dat ik het bedoel, Esther Martin is. heeft meer te besteden qua technische faciliteiten Oh, zo. Je. Hoed, daarachter ja, ja. Zo, maar die bedoel kijk, ik. Kijk, je hebt de budget cap, maar hetgeen wat uh, wat Lawrence Sol natuurlijk interessant maakt is je loopt daar het kantoor binnen. Je hebt een idee en die zegt gewoon: "Ja, is goed, doen." In plaats van dat je aan de vergadertafel moet om te vergaderen met de aandeelhouders... ...om de vergadering voor de hoofdvergadering, om een uh, budget in te leveren. Nee, dit is gewoon de koe bij de hoorns pakken en gas geven. En ik denk dat dat ook een beetje de stijl is wat, uh, wat hem uh, heeft getriggerd om naar Aston Martin te gaan. Want waarom ga je anders op deze leeftijd daar naartoe? Dat heeft echt helemaal geen zin. Hij, uh, hij heeft gewoon passie. Uh, je ziet dat hij de mogelijkheden krijgt uh, en ook zelf ziet... Ja, ik denk dat dat gewoon het, het leuke is. Met, met, met toch ook een, een Alonso, ziet hij natuurlijk ook heel veel potentie. Daar zit ook ervaring in. En ja, daar kan je ook mee opschakelen. Ja, en het is niet alleen dat hij het verschil gaat maken. Nee, dat is het niet. Maar hij kan wel de puntjes op die i zetten. Ja. Is de kans, want het gaat natuurlijk allemaal over de sweet spot raken met het oog op 2026. deed deden ja. natuurlijk bij de huidige reglementen. Mercedes was heel goed toen hè, bij de hybride tijdperk. Is de kans ja. dat, dat Aston Martin in 2026 die sweet spot raakt groter nu ze nieuw hebben? Of is die daar nog te kort dag dan voorbij? Moeten we nog verder kijken? Nou ja, dat is. Weet je, kijk, hij kan wel aan een nieuw project gaan werken. En ik bedoel, er wordt al langer gewerkt. Maar ja, hij kan wel gelijk zeggen. Maar... Wij zitten toch in een andere richting, zit, zit ik te denken? Of, of hij kan zeggen: ja, dat is goed, maar dan moet je wel hier en hier en hier aan denken. Want dat is wel waar hij goed in is geweest: altijd net het even anders doen, net even met iets speciaals te komen. En ja, daar, daar zie ik heel veel, heel veel toekomstperspectief. En natuurlijk niet vergeten: Honda heeft hij ook altijd al mee samengewerkt. Nou, de Honda-motor zit natuurlijk in de Aston Martin van 2026. Ja. Ook een belangrijke, heeft hij ook een goede relatie mee gehad. En nog steeds, dus ja, ik, weet je, alles is voor de groei. En ik denk dat dat hem triggert. Want ja, er waren kansen bij Ferrari. Uh, want bij rook is vuur, uh, er wordt over gesproken. Er waren kansen bij Williams. Ja, uh, er waren kansen dat hij natuurlijk met pensioen kon gaan. Ja, en, en dan gaat hij toch dit doen. En dan denk ik, wauw, ja, jij bent een echte. En dat vind ik gaaf om te zien. Ja, en voordat we doorgaan met het interview met Tom... en waarin we echt gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Azerbeidzjan... krijg je van mij nog heel even het Viaplay tijdschema. De eerste vrije training is vrijdag de 13e tussen half 12 en half 1. Gevolgd door de tweede vrije training tussen 3 en 4. Vrije training 3 is zaterdagochtend tussen half 11 en half 12. Kwalificeren doen we tussen 2 en 3. En de race die start zondag om 1 uur. En dan gaan we nu weer lekker verder. Naar Tom. Gaan we toch dan heel even onze focus verleggen op de Grand Prix van Azerbeidzjan? Als we terug gaan kijken naar de vorige twee races, de twee races na de zomerstop, Italië en Nederland, zagen we eigenlijk een ijzersterk McLaren waar niet één, maar twee coureurs met elkaar, ook, de, vooral met elkaar, durfden te vechten. Vooral in Monza een ijzersterke update van de Ferrari en een keer goede strategieën. Een Red Bull ja. wat aan het kwakkelen was met voornamelijk Max, Vers, met uh, Perez en Verstappen, die ook wel heel erg veel moeite had. Hoe worden die kaarten een beetje geschud door de de straten van Baku en heb ik nog niet eens gehad over Lewis Hamilton en Russell bij Mercedes. Ja, nee, maar je ziet heel duidelijk dat het nu vier teams gaan elkaar afwisselen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, vooral voor, uh, voor Red Bull in dit geval, want ja, het ziet er toch naar uit dat zij de mindere auto hebben. Nu is het belangrijk als verschillende mensen iedere keer een race winnen, ja, dan, dan is die voorsprong die is altijd goed geweest dat begin van het seizoen, want ja, dan, dan kan Lando Norris die niet heel hard inloopt. Kijk eens Lando Norris naar nou de man die iedere keer alles gaat winnen. Ja, dan, 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 dan gaat het heel snel. Maar ja, nu zie je dat een Ferrari wint. Nou lekker. Nu zie je dat een Piastri er ook zelf nog voor vecht, Dat is ook lekker. Is goed voor het kampioenschap als je denkt aan het kampioenschap van Verstappen. Maar zelf Zetten ze natuurlijk ook stapjes. Dus ja, ik, ik, ik verwacht niet dat het zo slecht zal zijn als dat op Monza was. Nee, ik, ik verwacht dat hij toch iets, iets meer de sweet spot, zoals jij hem noemde, weet te raken. En dat het team de tijd heeft, heeft gehad om erover na te denken. Het team heeft natuurlijk zelf ook updates. Ja, en Max heeft toch redelijk aangegeven waar hij denkt, daar waar de detail in zit. Nou, dat zit vaak. Hem, vooral aan de voorkant, de scherpt aan de voorkant, die heeft hij ook nodig. Nou, je ziet het hem ook, dat hij er te veel mee aan het vechten was. Dus ja, en dat is die balans. En dat is vooral die aerodynamische balans, weet je. Als je hem ziet dat hij de bocht in gaat, dat hij hem dan ook blijft houden. En dan ook gecontroleerd eruit kan blijven trekken. Of het nou een low speed, medium speed of high speed is. Het is overal. Nou, en dat is een aerodynamische balans in de auto... Die als eerste zou moeten aanpakken. En ja, en, en daar wil hij de scherpte van de voorkant hebben. En ik geloof dat ze daar zeker iets aan hebben gedaan om dat te verbeteren. Dus de combinatie van ze hebben even twee weken de tijd gehad om het een en ander te vinden. En hopelijk op te lossen. Ja. En dan werkt denk ik ook mee dat we nu een baan hebben met fatsoenlijke bochten. Want we hebben natuurlijk vaak al een beetje gegrapt. Hè? Monza officieel 11 bochten. Ja. Maar goed, hè, als coureur zijn, een, een, een vol gas telt niet mee. Drie chikanen, drie bochten. Dat is wat het is. Niet meer. We weten natuurlijk wel dat in Azerbeidzjan er natuurlijk hoge snelheid is als het gaat over het lange rechte stuk. Maar we hebben natuurlijk ook het kasteelgedeelte waarbij je nou met, met 60 doorheen gaat, bij wijze van spreken. Gaat dat en, nog in het voordeel werken voor, voor, voor de Red Bull? En Max Verstappen in dit geval? Nou, het, 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 het belangrijkste is. Dat dat je niet zegt, dit is een circuit waar een auto direct een voordeel heeft. En weet je dan, 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 dan focus ik me eventjes op... Nou, dit is echt een Mercedes baantje, nee, dit is echt een Ferrari baantje... nee, dit is echt een McLaren baantje. Ik denk dat wel de McLaren nog steeds de betere auto heeft... maar we hebben gezien dat Ferrari toch ook strategisch gezien... Het wat beter voor elkaar heeft. We zien dat Mercedes er weer bij zit. Hè? Want ik bedoel, vorig jaar was Mercedes natuurlijk helemaal nergens. En nu in één keer zie je ze er toch behoorlijk bij komen. Hè? Want ze wisselen elkaar af. Vergeet niet dat Mercedes, Silverstone, Spa. Nou ja, allemaal dat soort type races. Dat ik denk van ja, dat is toch handig dat Norris hem niet wint. Nou, en hier zie je gewoon heel duidelijk dat vier teams voor dit circuit in aanmerking zou moeten kunnen komen. Ook Red Bull, maar McLaren is nog steeds wel de favoriet. En waar verhoudt Rebel zich dan tot die andere vier? Want je zegt, McLaren nog steeds de favoriet. Maar ja, dan heb je Red Bull-Ferrari ja, en Mercedes is, nog over. Ja, ja dat, is, dat is een beetje de vraag die, 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 die iedereen natuurlijk heel graag antwoord op wil hebben. Nou, dat zien we natuurlijk pas uh, zondag uh, na de race. Maar het kan nooit zo dramatisch zijn als dat het afgelopen race was. Dat, dat kan niet. En als je in Zandvoort zegt, nou, het was echt slecht. Wat een slechte race, slechte auto. En je wordt tweede. Dan zeg ik, nou. Zo slecht vind ik dat nog niet. Kijk, als hij iedere keer tweede kan worden en iedere keer hebben we een andere winnaar, ja, dan, dan, dan zitten we gewoon best wel oké okay voor het kampioenschap. Maar gaat Lender Norris er gewoon vandoor en wordt Piastri iedere keer tweede, doordat hij hem voor moet laten, ja, dan, dan hebben we wel een serieus probleem. Maar, maar weet je, dat is als, dat is niet zo. Een Piastri wil ook nog scoren. Naar mijn gevoel heeft hij gewoon eens een contract staan, zolang hij theoretisch in aanmerking komt om het kampioenschap nog te kunnen winnen. Ja, en ik bedoel dus gewoon de calculator erop loslaten. Dan mag hij zelf voor Lando Norris finishen. Dat zou ik een reële, eerlijke regel vinden in het contract. Want op een gegeven moment moet je wel een keuze maken. Maar die keuze ga je pas maken als je zelf natuurlijk geen kans meer maakt. Uitgeschreven bent, ja. En Mark Webber, ja, dat vind ik wel zo'n type die dat in het contract heeft. De manager van Piastri. Ja. Klopt, ja. Hoe groot is de kans? Als we dan toch heel even nog één stapje verder kijken. Eén week verder: Grand Prix Singapore. Uh, is ook natuurlijk een veldslag, heel moeilijk. We weten nu dat het minder dan 10 punten is wat Red Bull voorstaat op uh, McLaren. Dan heb je minder dan 40 punten dat Red Bull voorstaat op Ferrari. Is er serieus ook een reële kans dat we gewoon na de Grand Prix van Singapore in het ranglijstje gaan zien dat Red Bull in één keer het derde staat? Nou, ik denk dat je de NIO moet rouwen. Uh, natuurlijk, als Red Bull zijnde denk je natuurlijk aan het constructeurstitel. Dat heeft alles te maken met, uh, met de centjes die je ervoor krijgt aan het einde van het seizoen. Maar aan de andere kant, je ziet ook, daardoor breng je zelf ook een handicap. Uh, die hebben ze natuurlijk uh, nu, omdat je als je het team staat die bovenaan staat, dan heb je de minste uh, tijd in de windtunnel. Dus de minste ontwikkelingstijd om ja. het echt te kunnen checken met de simulaties in de winter en weet je dat zijn allemaal dingen is goed voor het kampioenschap maar niet goed voor Red Bull dus wordt het team derde krijgt ze in ieder geval wel iets meer tijd dan het tweede en het eerste team om die auto wat meer te ontwikkelen en dan zou ik me concentreren op de rijderstitel maar dat is natuurlijk het rare een team denkt ook aan de constructeurstitel en heeft natuurlijk alles met centjes te maken ik wil twijf, zeggen, want dat zoiets, kan volgens mij al 5 tot 10 miljoen dat je meer krijgt aan prijzengeld per positie ja. dat je hoger eindigt, zoiets als nu nog meer. veel is. meer, nog veel oh. meer, nog echt veel meer. Dus uh, en, uh, wij denken natuurlijk aan de rijderstitel, maar ja, zij, uh, zij niet. Dus, uh, ja. Wat uh, gaan we voor knotsgekke dingen krijgen door de straten ja. van Baku? We weten natuurlijk dat uh, nou, altijd iets raars. Viele... Altijd. He, uh, uh, klappers, uh, safety car situatie, wat was We hebben Vettel en Hamilton elkaar. de wielen zien rijden tijdens een safety car situatie. We hebben natuurlijk de klapband hebben we van Max gehad op het rechte stuk. Zo, ja. uh, we hebben gehad dat uh, Max eraf vloog uh, samen met uh, uh, Ricciardo. Uh, bij het, dus bij het aanremmen. Gewoon twee teams die elkaar uh, gewoon helemaal gek maakten. We hebben Grosjean gehad die zei: ik werd aangereden, die helemaal niet werd aangereden, die haaks rechts de muur in ging. Weet je dus. Het is een stratenrace met mega hoge snelheid. Goed voor de DRS, dus goed om in te halen. Goede bandenslijtage. Dus ook daar zit natuurlijk weer iets speciaals in. We hebben een safety car situatie gehad met Nick de Vries. Waar natuurlijk door Max in één keer de verkeerde strategie zat. Waardoor Perez hem vorig jaar heeft gewonnen. Maar weet je, dus dit is zo'n zo ding, dit kan je niet voorspellen. En dat maakt het juist interessant, een Baku-race. En Mercedes, waarvan je zegt, nou ja, dat zijn toch niet de beste teams. Jongens, Silverstone, wonnen ze hem. Spa, wonnen ze hem. Moeten we even niet vergeten. En dat is er allemaal van die races dat je denkt, oh ja, ze zijn er ook nog. En dat is wel een beetje die underdog-positie. Dus naar mijn inziens, zondag kijken, want het kan echt alle kanten op. Het kan alle kanten op. Ga je dan ook, als ik je nu toch vraag om even de top drie van de race te voorspellen, een hele gekke voorspelling doen? Of hou je het toch een beetje netjes? Nou, weet je. Kijk, dan ga je weer naar die standaard voorspelling. Want McLaren heeft natuurlijk de snelste auto. Dus dan zou ik toch zeggen, weet je, Lando Norris moet hem kunnen winnen. Uh, Ferrari uh, heb ik mooie stappen zien maken afgelopen weekend. Dus, uh, en, en dan ga je toch weer naar McLaren. Ik heb natuurlijk Rudy gebruikt tijdens de podcast. Want die schijnt wat beter te kunnen voorspellen dan ik. En die zei, volgens mij zei hij Lando Norris, uh, Leclerc, Piastri... Uh, of uiteindelijk uh, ging die In de race ging, had uh, voorspeld: Leclerc, Norris, Verstappen. Dat is uh, oh, uiteindelijk oh, gelukkig. Wat, uh, ja, oh ja, oh ja. En toen zei ik nog: Gelukkig. Verstappen zit er nog in ieder geval wel goed bij. Qua punten. En dan uh, het puntenverschil tussen 1 en 2. Weet je, ik, ik ben het daar wel mee eens. Het wordt weer zo'n mixer. Er is geen team oppermachtig. Er is geen rijder oppermachtig momenteel. Dus uh, het zou mooi zijn als Ferrari wint. Want dan is het grootste gat qua punten. Die verliezen we niet. Maar uh, en ook leuk om weer eens een team te hebben dat je denkt: hè, zij? Hoe dan? Ja, nou ja, de update vanaf Monza heeft goed gewerkt. Ik, 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 ik ga gewoon met Rudy mee. Ik, ik moet me daar vasthouden. Ik heb hem uh, ingezet als uh, ja, Hoe noem je het: de uh, uh, wildcard. De wildcard, ja, mijn. Uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Als je zo'n kaart hebt die je op tafel legt. Uh, ja, nou ja, joker. Uh, ja, de Joker. Uh, Rudy was mijn, uh, was mijn Joker. Dus, uh, dus dan moet ik me daar ook aan houden. Heel goed. Nou, we gaan zien wat voor bijzonderheden er komen. En we gaan natuurlijk ook zien of er misschien nog iets heel bijzonders gaat gebeuren. Met Mercedes en de grote update als je al komt. We hebben natuurlijk ook nog Oliver Beerman. Die uh, naast Nico Hulkenberg gaat rijden voor de geschorste ja. Kevin Magnussen. Dus er gaat 100% meer dan genoeg gebeuren. En we hebben natuurlijk ook nog een Formule 2 actie. En dat is zeg maar nog meer auto's dan in de Formule 1 door de klappen straten. Dat wordt 1-0 chaos. En ook natuurlijk Zeker aan jou de vraag. Als je deze video kijkt, wat denk jij wat er gaat gebeuren? De top 3 van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Laat het even weten hieronder in de comments. En vrijdag, zaterdag en zondag zijn we weer uh, aanwezig op het circuit in Baku. En dan zal je video's zien van mij met Aaron Dekkers, waarin we lekker iedere dag gaan nabespreken. Vergeet je dus niet te abonneren op het kanaal. Uh, Tom, uh, jij dank je wel. En wij spreken elkaar over ongeveer anderhalve week weer na de Grand Prix ja. van Singapore in de podcast. Klopt. Doei doei!